Komend weekend dan komt Sinterklaas weer aan in Nederland. En dus is ook de discussie over Zwarte Piet weer begonnen. In de grote steden in de Randstad zijn de Pieten niet meer zwart. En actiegroep No More Blackface Leiden roept die gemeente nu op om dat voorbeeld te volgen. In 2016 lopen er nog gewoon Zwarte Pieten mee bij de optocht in Leiden. Dat leidt tot de nodige commotie. Demonstranten voor en tegen roeren zich. Maar als het aan Harry Westerbrink van No More Blackface Leiden ligt, is het de laatste keer geweest dat Zwarte Pieten hebben meegelopen. Vorig jaar was de intocht nog heel erg vergezeld van Zwarte Pieten. En zelfs van een soort kannibaalpieten, zoals ze werden genoemd, die zelfs heuse botjes, namaakbotjes, in hun kroespruik hadden zitten. Nou, dan is de verwijzing naar mensen van Afrikaanse herkomst wel heel erg duidelijk. Leiden moet ook gewoon eens een keer opstaan tegen Zwarte Piet. De gemeente moet Zwarte Piet verbannen uit de intocht, vinden wij. In Den Haag zijn ze al zover en heeft Piet roetvegen. Westerbrink hoopt dat Leiden zich aansluit bij deze trend. Waarom kan dat gewoon niet? Waarom is het zo moeilijk om die figuur af te schaffen? Waarom geen roetveegpiet? Waarom geen regenboogpiet? Een Spaanse edelman of vrouw? Het kan allemaal. De ondernemers lijken ook op deze trend in te spelen. Zo blijkt uit het straatbeeld in de Leidse Haarlemmerstraat. Want opmerkelijk, in geen enkele etalage zien we Zwarte Piet meer opduiken. Het is bijna 2018 en het is allemaal een beetje het ouderwetse, oudbollige gedoe geweest, altijd Zwarte Piet. En het is nu wel een beetje klaar, vind ik. Dus inderdaad, we moeten gewoon lekker roetveegjes of gewoon lekker kleurtjes. Ik vond het echt ook logisch, roetvegen. Het komt daar vandaan. Ik zal er niet over wakker liggen, maar ik vind het gewoon eigenlijk... Nee, het hoort er niet bij. Het hoort gewoon niet. Het hoort zoals het vroeger was, vind ik. Maar dat is mijn mening. Op straat zal de discussie waarschijnlijk nog wel even voortduren. Maar wat zegt de gemeente Leiden? Die laat weten. Al in 2015 is in Leiden een debat georganiseerd tussen voor- en tegenstanders. De uitkomst was dat in Leiden geleidelijk een verandering in het uiterlijk wordt doorgevoerd. Die lijn wordt ook dit jaar voortgezet. Hoe dat er dan uit komt te zien, wordt 25 november tijdens de intocht in Leiden duidelijk.